Goedemorgen kinderen van groep 3 en welkom bij de leesles dag nummer 5. En we beginnen vandaag met flitsen en we gaan klanken flitsen en probeer het sneller te zeggen dan dat ik het zeg. Hoofdletter F. Ai. Eu. Oi. Sch. Z. Hoofdletter A. Au. Hoofdletter L. Hoofdletter R. Goed gedaan. Ik zie 4 woorden en het zijn samengestelde woorden. Wat was ook alweer de afspraak voor het lezen van dit soort woorden? Je leest eerst de eerste helft van het woord en daarna de tweede helft. Als je het makkelijker vindt, dan hou je je vinger of een papiertje op de tweede helft, zodat je de eerste helft makkelijker kunt lezen. Karton. Karton. Dol. Blij. Dol blij. Kostbaar. Kostbaar. Dat is als iets heel veel waard is. Kostbaar. Penseel. Penseel. Die zien we hier. We gaan tempo lezen. Eerst lezen we hem samen rustig en daarna mag je hem zelf wat sneller gaan lezen. Karton. Karwei. Kan. King. Pin. Prinses. Ballet. Balkon. Balzaal. Eetzaal. Eetbaar. Kostbaar. Toe kan. Toeval. Aanval. Aantal. Talrijk. Rijkdom. Ploeg. Plaag. Graag. Dolgraag. Dolblij. Dolfijn. Dan pak je je timer er weer bij en dan ga je alle rijtjes lezen. Kijk je hoe lang je erover hebt gedaan. Schrijf je even op. En daarna lees je nogmaals alle rijtjes en kijk je of je het de tweede keer nog sneller kunt. Zet de film maar even op pauze. En was het de tweede keer sneller? Goed geoefend hoor. Vandaag gaan we woorden lezen die beginnen met be, ge en ver. Zoals bestek, gemaakt en vertrek. Wat was ook alweer de afspraak hierover? Ik zie een e, maar ik zeg een e bij be, ge en ver. Dit is gebak. Zie een e, een e en ik zeg een e. Gebak. Bezoek. Zie een e. Ik zeg een u.
bezoek, vergiet, vergiet, bestek, bestek, verband, xien e, zeggen u, verband. Het meisje staat op een weegschaal. Gewicht. Zien e. Lezen u. Gewicht. Lees maar met me mee. Gebak. Bezoek. Vergiet. Bestek. Verband. Gewicht. Dit is het verhaal die we vandaag gaan lezen. Het verhaal heet Kunst en Vorm. En ik zie dat het uit drie delen bestaat. Het eerste deel heet Net echt. Het tweede, Beetje vreemd. En de derde alinea heet Gewoon mooi. Ook bij de andere tekst is het in drie delen verdeeld. Zou dit dan een verhaal zijn? Of meer een tekst waar we iets van leren, die ons informatie geeft. Komen we straks achter, denk ik. Als je een drie-ster werkboekje hebt, dan mag je aan het einde van de film weer aan het werk bij dag 5. Lees je goed het woord banaan, dan zet je een streep naar het plaatje wat erbij hoort. Of je kijkt naar het plaatje, lees je allebei de woorden, welke hoort erbij. Hier lees je de hele zin, welk plaatje hoort erbij. Het laatste deel lees je de zin, hoe maak je de zin af en welk plaatje hoort daarbij. Dit is een deel van de bladzijde van het rijtjesboek wat je vandaag gaat lezen. Dat zijn vooral woorden die beginnen met ver, we en ge. En eigenlijk kunnen we dan het eerste deel van het woord al herkennen. Dus hier staat ver. Dan hoeven we de rest er alleen achteraan te zingen. Ver, blijf. Ver, drijf. Hier herken ik be, drijf, be, schrijf. En hier herken ik ge, schrijf. Zo ga je bij elk woord kijken, herken ik het? Dan kan je het in één keer zeggen, ge, en dan zing je de rest erachteraan. Maakt, gemaakt. Ik heb hier een zin. Kijk eens goed naar de zin. Zie je een woord die begint met ge, be of ver? Heb je het woord gevonden? Gaan we hem even samen de hele zin lezen. Je hebt een vreemd kunstwerk, gemaakt. Hier is die, gemaakt. Had je hem gevonden? In de tekst zijn 5 woorden die beginnen met ge, be of ver. Kan jij ze alle 5 vinden? Zet de film maar even op pauze en schrijf de 5 woorden op je blaadje. Hebben ze alle 5 gevonden? Ga ik ook eens even zoeken. Eens even zien. Ik zie hier gedaan. Gedaan. En ik zie
Gewoon en gevoel en genoeg. Dan mis ik er nog eentje. Dus even kijken, heb jij hem wel gevonden? Oh, hier. Begrijpt. Dit zijn alle vijf de woorden. Lees maar even mee. Gedaan. Begrijpt. Gewoon. Gevoel. Genoeg. Ik zie hier allemaal woorden en daar kunnen we voorzetten. Ver, be en ge. Hier staat zin. Wat kan ik daarvoor zetten? Gezin. Hier staat drijf. Welke past daarvoor? Ik zou bijvoorbeeld verdrijven. Van verdrijven, wegjagen. Bedrijf. Dat kan ook. Hier staat schenk. Een geschenk is een cadeautje. Geschenk. Deel. Ik had hem stiekem al gepakt, hè. Verdeel. Als je iets verdeelt, verdelen. Past hier ook ver voor? We kijken. Vertaal. Vertalen. Een andere taal. Vertalen. Maar ik zou ook kunnen doen. Betaal. Dat ik iets betaal. Bestel. Maar bij stel zou ik ook gestel kunnen doen. En zelfs verstel. Verstellen. Als je iets vermaakt van kleding bijvoorbeeld. Verstellen. Dwaal. Verdwaal. Drink. Verdrink. Lees je nog even mee? Gezin. Bedrijf. Geschenk. Verdeel. Betaal. Verstel, verdwaal en verdrink. Het werkboek. In het werkboek ga je woorden maken en kijk je eerst goed naar het blaadje en dan maak je het woord bestek. Dan schrijf je zo netjes mogelijk met schrijfletters. Het woord nogmaals op. Kijk je goed naar het plaatje. Ver staat er al. Welke moet erbij? Dan schrijf je het hele woord op. De volgende bladzijde. Lees je het woord. Hier staat genoeg. Genoeg. Ga je goed nadenken wat dat betekent. Als je genoeg hebt, dan heb je niet meer nodig. Lees je goed de zinnetjes. Welke hoort daarbij? Wat betekent genoeg? Zij hebben hem de streep gezet naar. Dan wil je niet meer. En dat klopt. Dan heb je genoeg. Ga je het volgende woord lezen. Welke zin hoort daar het beste bij? Wat betekent het woord?
Zet de video maar op pauze. Als je klaar bent met je werkboek, zet je hem weer aan. Kunnen we het nakijken? Oké, even kijken of het goed is gegaan. Ik zie een verband. Gedicht. Vertrek. Behang. En geplakt. Kijk goed ook of je de woorden goed hebt geschreven. Wat betekent het woord? Genoeg hadden we al gedaan. Vertrek. Dan ga je weg. Verdwaal. Dan ben je de weg kwijt. Bezorg. Dan breng je de krant. Dan bezorg je de krant. Bedenk. Dan maak je een plan. Dan bedenk je een plan. Verveel. Als je verveelt, dan weet je helemaal niks te doen. Bewaar. Dan gooi je iets niet weg. Dan bewaar je het, hè? Dan gooi je het niet weg. Vergeef. Als je iemand vergeeft, dan maak je het weer goed. Als je een driesterboekje hebt, kijk even goed. Muziek. Fabriek. Kameel. Paleis. Kapot. Papier. Konijn. Kijk goed of je de zinnen ook goed hebt gedaan. De tekst mag je nu op basispoort 2 keer gaan lezen. En ook het rijtjesboek moet je nog 2 keer lezen. Als je daarmee klaar bent, dan kom je weer terug bij de video. Zet hem maar even op pauze. Je hebt de tekst net gelezen en hij ging over kunst en vorm. Was het een verhaal of was het een tekst waar we iets van konden leren? Ze gaven informatie, hè, dus je kon er iets van leren. Het ging over dat kunst soms net echt iets is en dat het een beetje vreemd kan zijn. En soms is het gewoon mooi, dan stelt het helemaal niks voor. Gaan we eens even kijken bij ons woordweb. Wat zouden we er nu bij kunnen zetten? Ik had de vorige keer kleur, mengen, verf. En gevoel erbij gezet. Gaan we eens even kijken of we nog meer woorden kunnen verzinnen die erbij horen. Die we uit de tekst hebben geleerd. Het eerste stukje ging over dat iets net. Net. Echt. Net echt is. Maar het kan ook, kunst kan ook een beetje vreemd zijn. Het kan ook gewoon een vorm hebben. En soms. Word je er gewoon blij van? Het doel van vandaag was dat we woorden lezen die beginnen met be, ge en ver, zoals bestek, gemaakt en vertrek. Je mag nu nog 1 keer je leesboek lezen en nog 1 keer je rijtjesboek. Goed gewerkt vandaag en tot maandag.